De regering is vastberaden om ervoor te zorgen dat de rust gegarandeerd is op de concessieterreinen van IAM Gold in Brokopondo. De Royal Hill hebben parknokkers de afgelopen dagen weer voor een onveilige situatie gezorgd. Dit heeft ertoe geleid dat de Rosebel Gold Mines voor de tweede keer in 3 maanden de operaties heeft moeten stoppen. Minister Stuart Getrouw van Justitie en Politie zegt dat de regering samen met de overige actoren intensief heeft vergaderd over deze kwestie. Wel één ding, dat de regering IAM Gold, een traditioneel gezag, en ook een deel van de jongens die daar zo bezig zijn om hun geluk te zoeken, want daarover gaat het, één en dezelfde gedachte gaan hebben. Het gaat om een stukje veiligheid, want de veiligheid ook van de mensen daar is in gevaar. Het gaat om veiligheid, maar om oplossingsmodellen te hebben voor de jongens. Men noemt ze die Oekemangs, de boys ook gewoon libido. Om een duurzame oplossing te hebben voor de mensen. En we hebben allemaal dezelfde gedachte. Ik heb die 4 belangrijke actoren die oplossingsgericht langer dan 5 weken vergaderd hebben. We staan er nog steeds achter. Ja? Belangrijk is dat de werkzaamheden niet stopgezet kunnen worden. Want dat zou nadelig zijn voor IAM Gold, maar primair voor de Surinaamse samenleving. Maar ik denk toch wel dus dat het goed komt. Omdat er ook tussen die jongens anderen zijn die aangeven het anders te willen. En dat hebben we nodig. Minister Getrouw is er zich van bewust dat de porknokkers een veel beter leven van bestaan zoeken. Hij laat optekenen dat er voor een duurzame oplossing gezorgd zal worden in deze kwestie. Vanuit Washington heeft minister Sergio Akimboto telefonisch aangegeven dat de nieuwe situatie welke zich heeft voorgedaan met de Rosebel Gold Mines een terugval betekent in de inspanningen om de rust terug te brengen in het gebied. Wat zelfs mij verbaast is dat de groep, want de bedoeling was dat wanneer deze groepen zouden werken, de zogenaamde jongens die worden genoemd, ook een man, dat zijn de jongens die eigenlijk zonder investering, eigenlijk met lege handen stenen gaan rapen in het gebied om wat brood te verdienen. En die groep die was ook betrokken in de consultatieronde. Ze hadden 2 personen afgevaardigd. We hebben afspraken gemaakt. We kunnen niet met losse krachten werken. We kunnen nu werken met iedereen over in het land in de mijn wil gaan zonder toestemming. Jullie moeten jullie gaan organiseren. En welke vorm wordt, maar niet uit, maar een organisatie waarbij er aanspreekpunt zal zijn om aansluiting te zoeken op de jongens, de goudzoeker onder de naam Koffiekam en de goudzoeker van Branche. Dat jullie dan min of meer mee worden genomen als werkers, als geldwerkers, om ook wat te verdienen. Dus dat waren de afspraken en men zou daarop terugkomen. En plotseling hoor ik dat ze weer illegaal de mijn van het bedrijf betreden en dat is een kwalijke zaak, ja. In de maand juli ontstond er al een grimmige situatie die flink uit de hand liep. Een van de porknokkers kwam toen om het leven. Over de status van het lopende onderzoek gaf minister Getrouw de volgende informatie. Het werkt langzaam echt als een olievlek. Maar het komt goed. Het is al goed, het wordt zelf beter. Hoeveel was er een onderzoek na dat incident? Ik ga u nu moeten verlaten. Na dat incident? Dank u. Deze is echt de laatste. Na dat incident van waarbij die jongen is komen te overlijden, ja? Had u onderzoek beloofd. Nou, het onderzoek is nog steeds gaande. Belangrijk is, ik ga dat nu weer zeggen voor de zoveelste keer. Justitie, korpspolitie onder leiding van het Openbaar Ministerie is bezig met het onderzoek. Belangrijk is voor ons om te weten wat er gebeurd is, wat is de aanleiding om dan bijstellingen te doorplegen dat het niet meer zal plaatsvinden. En daarmee zijn we nu ook bezig vanuit de andere hoek bekeken. Vandaar dat ik zei dat we vanaf gisteravond bezig waren. Nu trek ik weer naar IAM Gold om gesprekken te voeren. Om te voorkomen, ja, dat dit soort zaken weer in herhaling treden. Maar ik begreep best wel, maar sap, precies wie, hoe of wat. Dat gaan we niet doen. Dan groet ik u bij deze. Alsjeblieft. Minister Getrouw zit vandaag weer om de tafel met de bedrijfsleiding van IAM Gold.